Hallo allemaal, dit is Sandra. Sandra is vandaag bij ons omdat zij de huidaandoening vitiligo heeft. Ik weet niet of jullie vitiligo kennen, maar het is een huidaandoening waar je eigen lichaam vecht tegen je eigen pigment. Dus krijg je eigenlijk lichtere plekken op de huid. Sandra heeft een lichte vorm rond haar ogen, een klein beetje hier, maar als je naar de handen kijkt, zie je duidelijk dat er wat lichtere plekken zijn. En we dachten, laten we daar eens iets aan doen met 100%. Dan kunnen we op een gezonde manier de huid mooier maken, zodat je eigenlijk de plekjes niet meer ziet. Of als ze eens weg zou gaan. En voilà, dan gaan we doen. Hè? Fijn, dank je. Stap 1 is beginnen met een primer. Waarom gaan we dat doen? Ja, we gaan natuurlijk zorgen dat dat allemaal goed weggewerkt is en het zou zonde zijn als het dan weg is tegen de middag. Dus een primer zorgt ervoor dat alles beter gaat blijven zitten. Ik zet die gewoon vooral voorhoofd, neus, onder de ogen en op de kin. Als je over hebt, kan je natuurlijk naar buiten werken. Dat doe ik met een flat kabuki. Je kan dat ook doen met de vingers. Maakt allemaal niet te veel uit. Stap 2 is de lichte zone camoufleren. Normaal gezien zeg ik, oké, onder de ogen moeten we het lichter maken om een fris geheel te geven. Nu ga ik dat niet doen, want ze heeft dat van nature al en het is een beetje te licht in vergelijking met de rest. Dus wat doen we? We doen een liquid foundation nummer 2, dus eigenlijk haar natuurkleur, gaan we op de lichte zones zetten. En als je ziet, gewoon deppend geeft het eigenlijk het mooiste en het natuurlijkste effect zonder heel veel producten moeten gebruiken. Want het laatste wat je wil is natuurlijk te dekkend, dus te artificieel. En dat willen we niet, hè. Dus rond die ogen. Hier ga ik ook natuurlijk een beetje zetten. De nummer 2. En je ziet dat dat gewoon al weg is. Hè. Dat is super gemakkelijk. Maar het deppen is het belangrijkste. Nu kan je kiezen voor full coverage door nog een laagje aan te brengen over heel de huid. Of je kan gewoon gaan voor een poeder erover, een losse minerale poeder. En ik ga dat opteren omdat dat sneller is, makkelijker is en eigenlijk ook een heel goed dekkend resultaat gaat geven. Ik ga nu gaan voor nummertje 3. En ik breng dat aan met de kabuki. Ik ga gewoon de poeder weer mengen. Ik ga dat niet boven haar witte blouse doen natuurlijk. Poeder mengen. En dan ga ik gewoon aanbrengen. Nu, heel belangrijk is dat waar je de liquid gezet hebt, dat je hem ook gaat deppen. Als je niet gaat deppen, ga je natuurlijk heel je camouflage weghalen. Dat is niet de bedoeling, hè. En dan kan je er nog een laagje over doen. Nu, ik vind het belangrijk, 100% een gezonde make-up. Maar ik vind het ook belangrijk dat het snel is. Hè? Ik bedoel, het is niet dat we 's morgens allemaal 3 kwartier de tijd hebben voor ons mooi te maken, helaas. En daarom, goede dekking. Met een paar productjes op een paar minuutjes. En je ziet, hoe meer je draait, hoe mooier de dekking wordt. En dan is het kiezen. Hè. Ik ga nu nog een laagje doen. Dan is het kiezen of je stopt of nog een laagje. En je ziet eigenlijk al helemaal niks meer van de lichte zone. Nog fijn ook, hè? Een beetje massage. Mm. Dat mag elke dag zo wel. Ja. Dat zou fijn zijn, hè? Dan gaan we een beetje blush doen. Dan kan je eigenlijk de make-up afwerken zoals je het op een normale, egale huid zou doen. Maar ja, wie heeft nu een hele egale huid? Dat bestaat bijna niet, hè? We hebben allemaal een klein laagje nodig. En dan kan je gewoon een beetje blush zetten. Mooi hoog op het jukbeen. Lange achtjes of draaien. Dat is de kleur peach wat ik nu gebruik. Dat is zo'n heel mooi warme. Ik vind het echt zo
een fris kleurtje. Een beetje op de neus. Breng dat overal aan voor de warmte wat te verspreiden. Dan gaan we de ogen doen. We gaan voor. Wat draag je zelf meestal met kleur, van kleurtjes? Lichte kleurtjes. Ja. Mm-hmm. Ik zou nu ook inderdaad meer naar de roze tinten gaan. Frisse tonen. Wat je ook kan doen is met de foundation een laagje gaan zetten op de ogen. Dat is een hele goede primer. Eigenlijk gewoon zoals we het onder de ogen gebracht hebben, gewoon op de ogen. Maar heel weinig, dus gewoon met de restjes. En dan gaan we een zacht roze op de ogen zetten. Voor echt veel frisheid. En dan trek ik altijd een beetje open en dan ga ik ook weer al deppend gaan aanbrengen. Dat is natuurlijk ook fijn, hè? Zo kan je ook weer accenten gaan leggen. Stel als je zegt van oh, het stoort mij en ik voel me er echt slecht bij. Nu, moet helemaal niet, hè? Ik bedoel, het is makkelijk weg te halen. Dan kan je toch wel weer een accent verleggen. Dan ga ik naar een medium kleur. Dat is de kleur café. Dat is echt mijn favorietje. En die ga ik gewoon aan de buitenkant een klein beetje zetten. Om het oog groter te maken. Dan haal je dat heel schoon naar buiten. Plus dan blend je de twee kleuren mooi in elkaar. Daarvoor heb je natuurlijk wel zo'n blender nodig, anders gaat het niet lukken. Hè? Dan zet ik een laagje mascara. Mag je ook dicht doen. Ze heeft zelf al een mooi lijntje van de permanente make-up. Je kan dat zo laten. Je kan er zelfs nog een potloodje over zetten. Daarom dat ik eerst mascara doe, om te kijken wat er nog nodig is. Soms is iets niet nodig. Hè. Als het er al is, dan... Kijk, en nu heb ik ook geknoeid. Ik knoei altijd met mascara. Ik denk bijna iedereen. Wat je dan doet, is gewoon opnieuw eventjes met een lichte oogschaduw erover gaan. Niet gaan wegwrijven met een oorstokje van die dingen. Dan gaat je zoveel make-up weghalen dat het vlekken gaat geven. Het is makkelijker gewoon terug met de lichte kleur erover te gaan. Mag je eventjes open doen. Ik ga bovenaan niks doen van het potloodlijntje. Ik ga van onder gewoon over haar grijs-zwart lijntje een klein beetje bruin zetten om het iets te verbreden. En dan kan ik er gaan overgaan met een penseel, ja, maar eigenlijk met een kwastje. Dat maakt het iets zachter. Nu de mascara droog is, doe ik opnieuw een laagje mascara. Omdat je dan eigenlijk nog meer volume gaat krijgen. Vaak doen we te snel twee lagen over elkaar en dan gaan de wimpertjes samen klitten. Dat is minder mooi. En als je ziet, goed zigzaggen met die mascara. En het geknoei weer opvegen. Het voordeel natuurlijk wel, als je zoveel laagjes oogschaduw over elkaar zet, is dat die ook heel goed gaat blijven zitten. Dan heb je iets opgebouwd. En iets opbouwen is natuurlijk makkelijker en stabieler dan het constant weghalen. Dan gaan we de wenkbrauwen doen. Het is blonder, lichter, dus je kan deze heel mooi gaan aanzetten, vooral door je te focussen op het uiteinde. Hier heeft ze eigenlijk al heel veel mooie haartjes, hier is natuurlijk ook, maar die zijn wat lichter. Dus als je dan focust op het uiteinde, is het nooit te fel. Hetzelfde aan die kant. Dat doe ik ook weer met mijnzelfde kleur café, die ik ook weer in de arcadeboog gebruikt heb. Dus dat is ook weer gemakkelijk. Met twee kleuren oogschaduw kan je wenkbrauwen doen en ogen. Ja, heel makkelijk. Dan gaan we afwerken met een mooie lipstick. Ik ga dat doen in een peach kleurtje. Komt er mooi overeen met de blush. Zelf, ja, er zei net dat ze enkel gloss droeg, dus het gaat een uitdaging zijn, omdat ze qua lipstick, als je dat mooi gaat vinden. Nu, peach is een kleur, deze kleur is echt zo een makkelijke
kleur die past bij heel veel, ook bij heel veel mensen. Want dat is al tussen het roze en het oranje in zit en dat is heel zacht van intensiteit, maar het geeft wel heel veel helderheid en frisheid aan de huid. Nu als allerlaatste, wat doe ik altijd, is met de kabuki over het geheel gaan. Nu heeft de huid een beetje aan het ademen, geeft het terug een heel mooi effect en dan duw je het in de huid. Alles wat er afgevallen is van poeder onder de ogen enzovoort haal je nu weg. En het is een soort van fixatie. Als je dan nog een klein vlekje ziet van de mascara, kan je die nog weghalen. En klaar is Kees. Ja? Gezien? Ja. Wow. Dat is wel heel anders, hè? Ja, dat is en je anders. Je hebt zo het gevoel dat je niks op hebt. Ja, dat is met die poeder, hè? Ja, dat is, en, het is het gevoel, want anders heb je het gevoel dat... Dat te veel allemaal, is. En je voelt dat zitten, dat je dat zo laag op hebt, maar je hebt niet het gevoel dat er iets op zit. Nee, en het is eigenlijk, ja. Het ging heel snel weg. Ja, voor mij is het ook de eerste keer dat ik dat doe op je. Ja. Maar het ging echt heel snel weg. Dus eigenlijk moet je gewoon een beetje van die foundation, ik zal je zelf eens meegeven, dat je gewoon plaatselijk. Ja. En dan met die poeder. Hè. En niet zo, ik heb er een laag op hangen zo van, oh. Want dat is ook de bedoeling, heel vaak als je iets wilt camoufleren, zoals je zei er straks. Je hebt heel veel merken die heel dekkend werken of zelfs waterresistent zijn. Dat is heel goed voor het lichaam natuurlijk, dat het niet afgeeft op kleding. Ja. Maar voor op de huid, je gezicht moet nog kunnen ademen. En daarom is een minerale poeder, mensen denken vaak, oh dat is een poeder. Maar dat dekt echt wel. Ja, absoluut. Heel tevreden. Dank u. Voilà, dan ben ik blij.